Leuk dat jullie er zijn bij het webinar. Ik ben Mark Bruin. Ik werk bij MVO Nederland. Ben daar gedetacheerd vanuit het ministerie. Ik praat namens het consortium dat dit project heeft opgepakt. Dat we gaan presenteren. Het consortium bestaat uit Polymer Science Park, Rijkswaterstaat en MVO Nederland. Met z'n drieën hebben we dit project gedaan. Dat gaan we ook presenteren. De aanleiding is dat we toen we dit project hebben uitgevoerd en voor het versnellingshuis hebben gepresenteerd, de vraag kregen, vertel dit wat breder. Mooie dingen die eruit gekomen zijn, het stappenplan is bruikbaar en het is goed als ook andere mensen hier kennis van nemen. En dat is hetgene wat we nu gaan doen. We nemen het ook op. Er zijn mensen die aangegeven hebben dat ze heel graag terug willen kijken. Op die manier kunnen we het compact vertellen. Uiteraard hebben we ook een rapportage. Die rapportage hebben we jullie gestuurd, waarin je alles kan nalezen. En hetgene wat we gaan vertellen, althans wat ik ga vertellen over het project, dat is daar veel meer in detail beschreven. En we doen natuurlijk nu in het uurtje alleen maar de hoofdlijnen. Ik word terzijde gestaan door Suzanne van Haren. Die zit tegenover me en die heeft de presentatie en doet het klikwerk en ook het overschakelen en staat mij verder bij. En Gabrielle heeft mij aan de voorkant geholpen met alles verzenden en te doen. Jan Kool is een van de consortiumgenoten die wel aanwezig is, maar niet ten tonele zal komen, want die zit met een oogblessure. En Femke de Loos van PSP heeft iets wat nog belangrijker is dan dit webinar en laat zich vertegenwoordigen door Erwin Zand van Polymer Science Park. Een paar woorden over de transitie naar circulaire economie. Circulaire economie is veel in het nieuws. Waarom doen we dat? Dat begint natuurlijk met het ongebreidelde en onverantwoorde grondstoffengebruik wat we doen. In heel de wereld. Dat leidt tot verlies aan biodiversiteit. Dat leidt aan CO2-uitstoot. Dat leidt aan verspillingen en landgebruik. En aan het belasten van de omgeving. In Nederland hebben we daar beleid op gemaakt. In 2016 is daar voor Nederland circulair in 2050 gekomen, wat het Rijksbeleid omschrijft. Alle partijen zijn aangehaakt met het grondstofakkoord, alle relevante partijen. Daar zijn transitieagenda's uitgekomen. Een van die transitieagenda's is de transitieagenda kunststoffen. En dan komen we al dichterbij waar het vandaag over gaat. En elk jaar komt er een uitvoeringsprogramma waarin beschreven staat van welke onderwerpen opgepakt worden het komende jaar. Begin van dit jaar zijn we blij gemaakt met de metingen van het PBL die aangeven dat er weliswaar goed begonnen is met de circulaire economie, maar dat er best nog wel een tandje bij kan en dat er meer drang en dwang nodig is. En we zijn allemaal denk ik heel erg nieuwsgierig wat het nieuwe kabinet gaat doen, want de plannen zijn natuurlijk gemaakt tot en met het einde van dit jaar. En vanaf volgend jaar hopen we dat we een nieuw kabinet hebben. Dus dat over circulaire economie. En dan gaan we naar de volgende slide. Dat moet ik doen, hè? Je mag even beheer nog aanvragen. Dan moet ik beheer aanvragen en dat gaat niet. Dat heb ik al, denk ik. Ja. Wat we... Nee? Oké. Wat we gaan doen vandaag. Jullie hebben het belletje denk ik al gehad. Als eerste gaat Martine Rosa als invaster van Imke Hanen, die ziek is, namens het ministerie van INW vertellen wat de rol is van het versnellingshuis. Want we hebben begrepen dat dat niet voor iedereen duidelijk is. Dat kan ik me ook voorstellen. Mark in Tven van die namens VNO-NCW en MKB Nederland deelneemt, gaat vertellen wat doorbraakprojecten zijn. Marion Jansen van Rijkswaterstaat vertelt over het transitieteam kunststoffen, het actieplan en hoe zich dat verhoudt tot het project wat we vandaag laten zien. Ik geef dan samen met Elsbeth Roelofs, sectormanager kunststof of chemie en kunststoffen van MVO Nederland, de resultaten van het project in de doorkijk. Daarna hebben we gelegenheid voor het stellen van vragen voor hetgene wat we gedaan hebben. En dan gaan we naar Erwin en die gaat uitleggen hoe de selectie gaat voor de tweede productgroep die we gaan analyseren de komende maanden. En dan hebben we het eerste productgroep en dat zijn de productgroep verfemmers, hebben we al gehad. Dat doen we met een Mentimeter en we denken om 4 uur klaar te zijn. En ik ga daar ook proberen te modereren dat het ook zo lukt. We hebben nog een uur over, want afhankelijk hebben we jullie een link gestuurd van voor 2 uur. Dat tweede uur, dat is er ook. Als je zegt van nou, ik wil over een paar dingen nog doorpraten of ik ben het er niet mee eens of ik uitleg, dan ben ik en Erwin ook beschikbaar om daar tussen 4 en 5, dan blijf je gewoon hangen over door te praten. Dus dat is het routeboekje voor vandaag, voor dit webinar. En dan
kan ik het woord geven aan Martine van het ministerie van INW, Martine Rosa. Ja, goedemiddag. Dankjewel Mark, ook voor de introductie. Inderdaad, stand-in voor Imke Hane, die helaas ziek is. Ik zal mezelf eerst kort even introduceren. Martine Rosa is mijn naam en ik werk sinds 1 maart bij het ministerie van INW aan circulaire economie. En ben daar coördinator voor visie, innovatie en kennis voor circulaire economie. En binnen dat team wordt onder andere ook samengewerkt in het versnellingshuis. Maar pakken we bijvoorbeeld ook thema's op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en kennis-innovatiestimulering. Zal ik jullie kort meenemen wat het versnellingshuis is. Vind ik het ook wel leuk dat ik hier nu op mag treden. Want ik ben ook wel benieuwd wat er precies aan resultaten ook neer zijn gezet binnen het doorbraakproject. Maar dat horen we straks meer. Ik moet alleen zelf wel om 3:30 jullie gaan verlaten. Dus ik ga straks stilletjes weg. Maar goed, eerst het versnellingshuis. De volgende slide wat mij betreft, Mark. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen. Ze staan ook op de slide aangegeven. Het gaat over het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bedrijfsleven, dus VNO-NCW, MKB Nederland en ook MVO Nederland. En het Groene Brein. En dat is in mijn beleving ook wel echt een heel krachtig samenwerkingsverband. Waarin Rijksoverheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen dus samenwerken. En ook als doel heeft om circulaire ondernemers in feite verder te helpen met hun vragen. En dat kan op een breed terrein liggen. Maar het is heel erg ingestoken om die ondernemer verder te helpen met zijn of haar circulaire vraag. Als je dan kijkt wat voor type vragen er langskomen vanuit de ondernemers, dan kristalliseert zich dat eigenlijk uit over een palet van centraal 4 thema's. De eerste zit vaak ook op netwerken. Circulaire economie is natuurlijk een vrij jonge transitie, gaat ook over ketensamenwerking. En daar zit ook wel een hele grote behoefte om te weten met welke partners kan ik dit samen doen? Hoe ziet mijn keten eruit? Welke partijen kan ik hierin meenemen? Een andere die ook veel voorkomt is hoe moet ik nou omgaan met wet en regelgeving? Of het nu gaat om interpretatie van bepaalde wet en regelgeving, maar ook bepaalde belemmeringen die misschien worden gepercipeerd bij het circulair ondernemen. Dus dat is ook een hele duidelijke waar veel vragen op langskomen. Een andere zit ook op de kenniskant. Daar zitten natuurlijk ook nog veel vragen, ook gezien het feit dat de transitie nieuw is en ook nog veel kennis verder ontwikkeld moet worden. En we ook daar met elkaar moeten en verder willen leren. Dus dat is een derde waar heel veel vragen op langskomen. En last but not least zou ik zeggen ook financieringsvragen. Het is, zoals jullie allemaal natuurlijk wel weten, nog best lastig om circulair ondernemen de norm te maken. Het moet toch concurreren ook tegen conventionele manieren van ondernemen. En daar hoort ook wel een financieringsvraag dus bij om die ondernemers verder te helpen. En ook daar heeft het versnellingshuis kennis en expertise van en kan ondernemers ook helpen en doorverwijzen naar de mogelijkheden die daarvoor zijn. Het versnellingshuis heeft in feite 4 programma's of lijnen die ze eigenlijk inzet om die ondernemers te kunnen helpen. Die zien jullie onder ook weergegeven op de slide. Zijn in die zin natuurlijk ook wel te plotten op de vragen die ik net ook de revue liet passeren. De ene zit heel erg op matchmaking. Dus echt het matchmaken ook aan experts om partijen verder te helpen met hun gerichte vraag. Het kan ook echt om maatwerkvragen gaan. Ik bedoel, elke ondernemer heeft natuurlijk weer zijn eigen vraag. En als daar specifiek maatwerk op geboden is, dan biedt het versnellingshuis daar ook ondersteuning voor. En dat ziet er dan uit dat een ondernemer het aanbod ook wordt gedaan om daar een rondetafelgesprek bijvoorbeeld voor te organiseren. Ook met partijen om de vraag verder te kunnen helpen. Als het gaat over financiering, noem ik de subsidieregeling die we hebben voor MKB'ers. Voor ketensamenwerking. Die regeling die bestaat nu sinds 2020 en daar wordt ook veelvuldig wel gebruik van gemaakt om dus juist die samenwerking in de keten ook te helpen bevorderen. En een laatste lijn die in wordt gezet is het faciliteren van doorbraakprojecten of moonshots zoals ze ook wel genoemd worden. Waar Mark straks ook wat meer in detail over gaat vertellen voor dit specifieke doorbraakproject. En de insteek daar is om eigenlijk een sector of een deel van een sector of keten te helpen
En daar de samenwerking ook op te zoeken met de relevante partners. Nou, dit doet het versnellingshuis niet alleen vanuit de samenwerkingspartners die ik in het begin van mijn verhaal noemde. Daar zit ook een heel netwerk eigenlijk van experts ook weer aan gekoppeld en omheen. Zo zijn er verschillende case managers bij RVO, bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, bij Rijkswaterstaat, maar ook Circular Holland Hotspot bijvoorbeeld, om mee te denken en bedrijven verder te helpen. En daarnaast wordt ook samengewerkt met een heel netwerk van regionale versnellingspartners. Wat eigenlijk andere organisaties zijn, verspreid door het land, die ook ondernemers in de regio proberen verder te helpen. En wordt ook geïnvesteerd om daar verdere kennisuitwisseling op plaats te laten vinden. Nou, dat is denk ik in het kort het verhaal van het versnellingshuis. Ik hoop dat ik een beetje binnen de tijd ben gebleven en nou, voor jullie ook helder was. Dankjewel, Martine. Dat is daarmee het instrument dat het ministerie van INW als coördinator van het CE-beleid gebruikt om circulair ondernemen te bevorderen. Dat moonshots waar je het laatst over hebt, had, daar hebben we Mark voor gevraagd om daar iets over te vertellen. Dus ik geef graag Mark Intven het woord. Dankjewel, Mark. Ja, ik zal even wat inzoomen op de vierde vorm van het programma onderdeel dienstverlening die vanuit het versnellingshuis wordt vormgegeven. Doorbraakprojecten ofwel moonshots. Ooit begonnen met John F. Kennedy, die een doel ver weg formuleerde en zei: we weten nog niet hoe we er gaan komen, maar we zorgen dat we alle kennis en macht en middelen inzetten om daar te komen. Nou, misschien zit er wel een mooie parallel met de circulaire economie. We kennen de noodzaak en we weten wat er moet gebeuren, maar het hoe en het in beweging zetten van partijen, dat is iets waar nog wel wat ondersteuning bij benodigd is. Nou, dus in die zin is Moonshot wel een mooie synoniem voor hetgeen we in dit geval specifiek met ketens ook willen bewerkstelligen. En terwijl ik zat na te denken over de term moonshots, dacht ik, ja, maar er staat al iemand, heeft er iemand op de maan gestaan? Ik las dat NASA nu bezig is om de eerste vrouw op de maan te krijgen en de eerste niet-blanke persoon. Wat strevenswaardig is, maar natuurlijk een verbijzondering van wat al bereikt is. Dus ik dacht, misschien moeten we het wel Marshots noemen, want daar heeft nog niemand op gestaan. Dus dat, maar goed, dat is een gedachtesprong. De volgende slide graag, Mark. Heb je hem? Ja. Wat zijn moonshots? Nou, misschien nog goed om nog even het verschil aan te geven tussen de MKB-subsidieregeling. Dat gaat ook over ketens, maar dat gaat over wat kleinere ketens. Dat 3 tot 6 partijen, MKB'ers en 3 schijven uit een keten moeten zijn betrokken. Als je kijkt naar moonshots, dan kijken we eigenlijk naar projecten die op iets grotere schaal spelen. Die zijn misschien wel ooit begonnen als MKB-subsidieproject of regionaal. Maar die zijn nu op dit moment rijp voor een sprong uit grootte, zeg maar. Dus het gaat meer om ja, nationale ketens, vind ik een beetje, is misschien wat ver gezocht. Maar wel ketens met een grote impact, waarbij de belangrijke spelers uit de keten betrokken zijn in de aanpak. In ieder geval een aantal bij het begin van het project. En een van de doelen van zo'n moonshot aanpak is om meer partijen in de keten enthousiast te krijgen. En ervoor te zorgen dat zij zich achter de aanpak scharen. En gezamenlijk werken aan de belemmeringen die ze ervaren op weg naar circulariteit. Hè, of om de imperfecties die er nog zijn in de markt, om die te helpen slechten samen. Dus op het moment dat partijen zijn vrij om bij ons te komen met voorstellen voor moonshot projecten. En met partijen bedoelen we eigenlijk met name marktpartijen. We zijn er voor de ondernemers. Uiteraard mogen dat samenwerkingen zijn met wetenschappers, met misschien ook wel overheid of adviesbureaus. Maar met name de marktpartijen moeten op dit moment willen dat er toegewerkt wordt naar een agenda die binnen hun keten bijdraagt aan het komen tot circulariteit. Dus het is een kwestie van de juiste omvang, de juiste partijen al enthousiast hebben en dat aannemelijk kunnen maken. Het moet rijp zijn voor versnelling. Hè. Het moet vergezegd zijn dat je binnen nu en zeg een jaar of 4, 5, dat je dan een behoorlijke stap zou kunnen zetten op het moment dat je de koppen bij elkaar krijgt en een aantal van de grote belemmeringen weet aan te pakken gedurende het aanpak van dit project. Dus grote onderzoekstrajecten en dat is echt voorafgaand aan wanneer het een moonshot project zal zijn. Het moet eigenlijk al wat dichter richting implementatie zitten. En wat je typisch ziet is dat het dus problemen zijn die niet iedereen in de keten ziet hetzelfde probleem.
En niet iedereen heeft hetzelfde belang bij een bepaalde oplossing bij een probleem. Dus dit is typisch een samenwerking waarbij dit soort belangen samenkomen. Waar je toch kijkt, waar je generiek zeg maar ondersteuning kunt geven om het project een stap verder te brengen. En uiteindelijk willen we graag dat er geïnvesteerd gaat worden in Nederland, in bedrijvigheid op circulair vlak. Dus dat is het marktdeel zeg maar, van de aanpak van de moonshots. Volgende slide alsjeblieft. Op dit moment hebben we 10 moonshot projecten die al lopen. Een aantal is al begonnen in het jaar dat het Verzendingshuis startte, 2019. En we proberen jaarlijks tot 5 nieuwe projecten op te starten. Maar typisch een project loopt zeg maar 3 tot 5 jaar onder de vlag van het Verzendingshuis. Dus de een loopt al wat langer dan de ander. Je ziet dat we best al een diversiteit aan ketens ondersteunen. Van textiel, windmolens tot plaatmaterialen, koper. En in dit specifieke geval vandaag ook recyclaat. Dus daar horen jullie zo meteen meer over die resultaten. We zoeken ieder jaar 5 projecten. Op dit moment loopt er zelfs nog een uitvraag, maar die loopt nog tot 1 oktober. Voor degene die dat nog niet wist, is het misschien wat kort dag. Maar wij blijven ook de rest van het jaar en volgend jaar uitvragen naar nieuwe projecten. Dus weet dat die mogelijkheid bestaat om je voorstel in te dienen. Dit geeft even een idee van welke besluitvorming daar dan plaatsvindt op het moment dat je een voorstel indient. Het wordt bekeken door een groep vanuit het Verzendingshuis waarin alle partijen zijn betrokken. We leggen de link met de transitieagenda's, net als in dit geval de transitieagenda kunststof, om te kijken of zij zich ook scharen achter het idee. Wellicht hadden ze het al op het vizier staan. We spiegelen nog met het kernteam grondstof en uiteindelijk is de stuurgroep die een akkoord geeft voordat een project een go krijgt. Dus zo ziet het besluitvormingsproces eruit. Er zijn ook best wel partijen bij betrokken. Volgende slide. Het is de laatste slide volgens mij. Dus voor mensen die meer willen weten over projecten die al lopen of hoe die procedure nu precies werkt, wil ik jullie graag verwijzen naar de website van het Verzendingshuis. Daar is die informatie op te vinden. En als jullie één op één graag meer ideeën even willen sparren over een voorstel of om meer te horen over de achtergrond van moonshot projecten, dan kun je mij bereiken via moonshots@versnellingshuisce.nl. Ik wens jullie heel veel plezier bij het vernemen van de resultaten van het recyclaatproject. Dankjewel Mark. En ik weet niet of je het gezegd hebt, anders heb ik het gemist. Maar je VNO, NCW, MKB Nederland trekken de moonshots. Hè? Voor hun doe je dat. Ja, dat klopt. Inderdaad. Dan gaan we door naar, jij noemde de transitieagenda kunststof al. En dat is een logisch bruggetje naar Marion. Die bij Rijkswaterstaat werkt en secretaris is van het transitieteam kunststoffen. En dat zal ze verder zelf toelichten, denk ik. Marion. Ja, goedemiddag allemaal. Ook namens mij natuurlijk welkom bij dit webinar. Nou, Mark, jij hebt mij volgens mij al voldoende geïntroduceerd, werkzaam als adviseur circulaire economie bij Rijkswaterstaat. En inderdaad, vandaag zit ik hier in mijn rol als secretaris van het transitieteam en de transitieagenda kunststoffen. Mag ik de volgende? Ja, dit plaatje liet Mark net ook al zien als start, maar het is ook wel goed om even kort te schetsen waar überhaupt die transitieagenda's nu vandaan zijn gekomen. 2016 gestart met het rijksbrede programma Nederland Circulair. Daar zijn een aantal aanzetten gedaan die vervolgens vastgelegd zijn in het grondstoffenakkoord door heel veel partners ondertekend, zowel vanuit overheden en industrie, maatschappelijke organisaties, NGO's. En uiteindelijk zijn die afspraken uit dat akkoord vertaald in 5 verschillende transitieagenda's. En onder andere eentje voor de bouw, consumptiegoederen, maakindustrie, voedsel en biomassa. Maar vandaag hebben we het over de transitieagenda kunststoffen. En daar is eigenlijk als vervolgstap een transitieteam geformeerd, waarin afgevaardigden zitten vanuit, je zou kunnen zeggen, verschillende thema's en domeinen, zowel vanuit de overheid, INW is daarin vertegenwoordigd. Maar ook de industrie, denk dan bijvoorbeeld aan grote recyclingbedrijven, maar ook zeker grote producenten, bijvoorbeeld Philips, Unilever zitten aan tafel, regionale vertegenwoordigers, NGO's, maar ook brancheorganisaties. Dus dat is eigenlijk een hele brede representatieve samenstelling. En
Maar zij werken eigenlijk aan de uitvoering van de afspraken uit de transitieagenda uit 2018. En elk jaar wordt ook eigenlijk gerapporteerd over de voortgang van de transitieagenda's. In het zogenaamde uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Daar wordt op dit moment weer gewerkt aan een update daarvan. Dat gebeurt jaarlijks. Hè, en dan wordt eigenlijk de stand van zaken van allerlei programma's beschreven. Mag ik de volgende? Jazeker. Wat zijn dan zo de speerpunten van de transitieagenda kunststoffen? Nou, heel belangrijk natuurlijk preventie. Hè. Zorg dat je niet onnodig materiaal gebruikt. Zorg dat je lekkage naar het milieu voorkomt. En zorg ook dat je eigenlijk plastics en kunststoffen steeds meer gaat zien als een hoogwaardig kwalitatief product en geen wegwerpartikel. We werken aan meer vraag en aanbod van hernieuwbare kunststoffen. He, je wilt die CO2-footprint verminderen. He, je wilt eigenlijk voorkomen dat plastics en kunststoffen verbrand worden of dat ze naar het buitenland geëxporteerd worden. En tevens eigenlijk een steeds verdere terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen als basis voor kunststoffen. He, maar veel meer toepassing van recyclaat en hernieuwbare kunststoffen, zoals bijvoorbeeld biobased kunststoffen. De volgende. Nou, net ook al gezegd, betere kwaliteit. Dat betekent dus ook dat je steeds moet werken aan het vertrouwen bij de industrie. Hè, dat er dus daadwerkelijk hoogwaardig gerecycled materiaal beschikbaar is. Dat er een gegarandeerde kwaliteit is. En ja, dat ze er dus ook vanuit mogen gaan van een bepaald milieurendement. Een laatste stap waar we aan werken, dat is een uitermate belangrijke, is eigenlijk ook de strategische ketensamenwerking. Er gebeurt ontzettend veel op dit vlak. Veel spelers werken aan onderdelen van gesloten kunststofketen. Maar de onderlinge samenwerking, daar schort het soms nog aan. Nou, daar moet je dus echt gericht in investeren. En dat geldt niet alleen voor samenwerking, maar er is echt een sterke onderlinge afhankelijkheid ook voor bedrijven in gewoon de hele productgerelateerde ketens. Ben je als ondernemer afhankelijk van, hè, van de stap voor jou en de stap na jou in feite. Dankjewel, mag ik de volgende? Nou, wat doen wij dan zoals als transitieteam kunststoffen? We richten ons eigenlijk op een aantal heel concrete projecten. Dit zijn dus ook de projecten waar we concreet over rapporteren in dat uitvoeringsprogramma, wat ik zojuist noemde. Plastic Pact Nederland, dat richt zich heel erg op de verpakkingen. Microplastics, de problematiek van zwerfafval, is denk ik jullie allemaal bekend. Chemische recycling, biobased plastics. Maar ook de hele verbetering van de inzameling en de sortering en het mechanisch recyclen is een onderdeel waar we op richten. We maken daar eigenlijk overal actieplannen voor waarin we beschrijven welke stappen we zouden moeten zetten richting toekomst. Nou, en de laatste, daar hebben we het vandaag vooral over, het toepassen van kunststofrecyclaat in nieuwe producten en verpakkingen. Ja, waar richt zich deze actielijn of dit speerpunt zich dan op? We hebben een doelstelling vastgelegd in onze transitieagenda dat we willen groeien naar 1000 kiloton per jaar toegepast recyclaat in 2030. Dat is een enorme stap. We werken daarnaast aan een stukje uniformering, hè, dus uniforme standaarden die de kwaliteit van gerecyclede kunststoffen garanderen. We kijken hoe we kunnen werken aan de stabiliteit van de vraagkant. Er wordt gewerkt aan in het kader van de Green Deal betrouwbaar bewijs recyclaat. Nou, Edith is ook in ons midden, zag ik zojuist. Die kan daar heel veel over vertellen. Maar het gaat dus om dat je als ondernemer rechtmatig kan claimen dat je een bepaald percentage recyclaat hebt toegepast. We hebben veel van onze acties vervat in een actieplan en dat hebben we zeer recent, 6 september, in een goede digitale bijeenkomst ook aangeboden aan de nieuwe staatssecretaris Steven van Wijnberg. En als ik nog tijd heb, Mark, wilde ik heel kort even inzoomen op de acties uit het actieplan, maar ik weet niet hoe ik in mijn tijd zit. Je kunt deze nog doen, Marion.
Ja, nou, zoals gezegd, dat actieplan heel recent aangeboden. Dat is niet dat daar alleen maar door het transitieteam aan gewerkt is. Dat hebben we ook samen gedaan met allerlei partners uit de industrie, NGO's, brancheorganisaties, etc. Dus dat is echt een gedragen verhaal. En dat geeft dus eigenlijk heel concreet invulling aan die doelstelling uit de transitieagenda kunststoffen. Hè? En heel concreet zou je willen toewerken naar 50% inzet van gerecyclede materiaal in 2030. Ik zei dat net al, hè? Dan kom je op die 1000 kiloton uit. En 750 daarvan zou dus door mechanische recycling beschikbaar moeten zijn en 250 door chemische recycling. Nou, het actieplan ziet er ook op toe dat de samenwerking geborgd wordt tussen al die initiatieven die al lopen, hè, en dat we daar ook in gezamenlijkheid naar kijken en dat die ketensamenwerking dus ook gegarandeerd wordt. Maar schetst ook zeker een aantal noodzakelijke nieuwe acties die nodig zijn om tot die circulaire kunststofketen te komen. Nou, heel concreet kijken we vooral dan naar acties op de korte termijn. En die zitten eigenlijk op 4 hoofdcategorieën. Er zit een lobbyist in de lobby. Maar, die vraagkant moet gestimuleerd worden. De aanbodkant, hè, en die moet in balans zijn en stabiel zijn. In feite dat je een stabiele markt creëert. Ja, daar hoort die ketensamenwerking natuurlijk bij. En daar kun je een aantal specifieke acties op definiëren. En daar zit ook een heel deel wat veel meer gaat over marktvoorwaarden en economische prikkels. En dat ligt natuurlijk ook deels bij de overheid. Nou, hier een leuk plaatje van dat aanbiedingsmoment, digitaal. Ja, dat is toch allemaal net wat minder sjeu zoals het tot voorheen was. Maar ja, daar rechtsboven zie je de voorzitter van ons transitieteam die vrolijk het actieplan in de lucht houdt. En ja, in mijn beeld linksonder, daar zie je bijna juichende staatssecretaris die het virtueel in ontvangst neemt. Dus dat verhaal is in goede orde ontvangen. En als ik dan naar de laatste sheet mag. Waar hebben we het dan over gehad? Onder andere hè, met de staatssecretaris hè, over welke stappen eigenlijk de overheid zou kunnen en moeten zetten in onze optiek. Ja, dan heb je het over vooral wet en regelgeving natuurlijk. Die voor een groot deel ook op Europees gebied natuurlijk vastgelegd moet worden. Denk dan bijvoorbeeld aan het verplicht stellen van een bepaald percentage kunststofrecyclaat in producten. Bepaalde marktprikkels die nodig zijn, hè, zoals beprijzing, heffing op virgin plastics. Misschien wel een verbrandingsverbod voor kunststof die je kan recyclen. Maar ook een stukje investering wat vanuit de overheidskant nodig is. Ja, en het optimaal aansluiten van vraag en aanbod. Hè, waardoor je ook al in die, waarbij je ook al in die ontwerpkant rekening houdt. En verplicht stelt dat er nagedacht wordt over de recyclebaarheid aan de voorkant en de toepassing van recyclaat aan de achterkant. Dus hier hebben we onder andere gesproken met de staatssecretaris die dat omarmd heeft en daar ook zeker zijn schouders onder gaat zetten. Wel met de kanttekening dat hij natuurlijk demissionair is op dit moment, dus maar zoveel ruimte krijgt als hem gegund wordt, maar heeft dit zeker ter harte genomen en gaat hiermee verder. Dit wilde ik kort even vertellen. Inhoudelijk komt er natuurlijk nog heel veel terug straks, want het doorbraakproject waar aan gewerkt is sluit eigenlijk naadloos aan op ons actieplan. Dus dat is heel mooi. Dankjewel Marion. Met deze drie toelichtingen die er nou zijn, zijn we eigenlijk afgedaald van het mondiale probleem dat we met grondstoffen hebben en de kansen die er voor Nederland liggen om daarop in te spelen. Via het versnellingshuis dat ondernemers helpt, de doorbraakprojecten die er zijn om in een keten echt een doorbraak te doen. En dan het actieplan waarbij specifiek voor kunststoffen daar stappen in gezet worden. Nou, een van die doorbraken is het ontstaan of het vormen van een stabiele markt voor recyclaat. Daar zal ik wat over vertellen.
En ik zag overigens dat er nog een paar mensen bijgekomen zijn de laatste 5 minuten. Dat is hartstikke mooi dat die er nog bij zijn. Het wordt ook gefilmd of opgenomen, dit webinar. Als je dat niet plezierig vindt, dan vragen we je om even een mailtje te sturen naar ons. Het zal anders ook verspreid worden voor mensen die geïnteresseerd zijn in hetgene wat we hier bespreken en behandelen. Ik ga een paar dingen vertellen. De aanleiding, waarom zijn we nou bezig met de markt voor recyclaten? Waarom zijn we mee bezig geweest? Hoe hebben we het project opgezet? Wat zijn de resultaten en wat gaan we ermee doen? Dat doe ik stapsgewijs. Nou, de aanleiding die is heel plastisch eigenlijk. 1,5 jaar geleden kwam die linker meneer, dat is Tom van der Giessen op de tv. Die stond in de polder naast een grote big bag met recyclaat. En die zei, ik kan het aan de straatstenen niet kwijt. En het tot overmaat van ramp waaide dat ook nog over de polder heen. En ik kan eigenlijk mijn recyclaat niet kwijt. Nou, ik spreek hem nog wel eens en tegenwoordig heeft hij een ander probleem. Hij kan zijn recyclaat heel goed kwijt. Maar hij heeft moeite om aan voldoende afval te komen om recyclaat uit te produceren. Want hij werkt bij Van Werven en Van Werven is een producent van recyclaat. Er is dus een instabiliteit in die markt voor recyclaat. Nou, als je kijkt naar het hergebruiken van kunststof, is dat natuurlijk een logische stap op weg naar een circulaire economie. En dat is een innovatie. Hè, van, we gaan niet plastic maken van plastic producten maken van olie. Maar dat maken we van recyclaat dat uit kunststofafval gewonnen is. Nou, die innovatie. Die wil je eigenlijk zo snel mogelijk normaal maken. Marion liet zien dat we naar 1000 kiloton hergebruik van recyclaat willen. En de ondernemers die roepen dit soort dingen. Die zeggen nou, het proces naar circulaire economie wordt afgeremd. Alles wat we storten zijn we kwijt. Dat kunnen we nooit meer recyclen. En waarom maken producenten nou niet gewoon hun producten van recyclaat? Want dat kan allemaal prima. Nou, dat zijn allemaal de aanleidingen om te komen tot dit project. Er passen nog wel een paar randvoorwaarden bij je. Op het moment dat je dit doet, dan moet het natuurlijk wel passen in een transitie naar een circulaire kunststofketen. Je gaat niet recyclen om het recyclen, maar omdat dat een logische stap is onderweg naar het einddoel dat je met elkaar bedacht hebt. En de algemene conclusie is de aanname dat de stabiele marktvraag van recyclaat bevordert de innovatie. Dat is de aanleiding waarom het project gestart is en wij als consortium dat op ons genomen hebben. We hebben daar een aantal stappen in doorgelopen. Eerst zijn we gaan kijken van welke productgroepen zijn nou interessant om recyclaat in af te zetten. Daar hebben we er eentje uitgekozen. Dat zal ik dadelijk laten zien hoe we tot die keuze gekomen zijn. Dat zijn verfemmers. De emmers die je ook in de winkel kan kopen en ook in de groothandel gebruikt worden waar verf in zit. Een ketenanalyse is opgedaan. Wat speelt zich daar nou af in deze keten? Wat voor route is er nodig om te komen tot gebruik van hergebruik van recyclaat? En nu we dat gedaan hebben voor de verfemmers, kunnen we dat niet breder toepassen, ook op andere productgroepen dan verfemmers. Nou, die selectie, die heeft Polymer Science Park voor een groot gedeelte gedaan. En die hebben op een rij gezet van allerlei soorten productgroepen of productfamilies die je in die grafiek ziet staan. Wat voor toepassingen zijn er? Wat voor materiaaltypen? Is het PP, PE? PVC, welke marktsegmenten worden ze toegepast? Welke verwerkingsmethode is er voor dat kunststof? En vervolgens zijn daar de criteria op een rij gezet. Van kan er veel recyclaat in zo'n productgroep? Of is het technisch haalbaar om alvast om dit te doen? Of is dat nog erg ingewikkeld om recyclaat toe te passen? En als je dat kan, is het ook opschaalbaar, zodat het ook naar grote hoeveelheden gaat? Want als je naar de 1000 of 750 kiloton van het transitieteam wil, dan moet je ook op grote schaal dit kunnen. Dat heeft geleid tot de selectie van non-food emmers, waarbij we verfemmers genomen hebben. Non-food, omdat recyclaat nou gebruiken in voedingstoepassingen, dat vinden we nog wel erg spannend. En in non-food toepassingen is het toch wat bereikbaarder. En ze stonden ook een jaar geleden al in de winkels, dus het kan al. Alleen er zijn ook nog heel veel emmers, verfemmers, die nog niet van recyclaat gemaakt zijn. Dus het is hartstikke haalbaar. Nou, de ketenanalyse is de volgende stap. Dit is een hele schematische weergave van de keten van hoe we plastic producten maken. Dat deden we eerst van olie en dan krijg je virgin korreltjes. Daar wordt in een converter, die maakt er een product van. Dat gaat naar de retail, komt bij de klant. En op het moment dat je het doet met afval, dan wordt het stukje olie en virgin vervangen door recyclaat en gaat het hetzelfde traject in. Bij de verfemmers heb je te maken met polypropyleen, PP. Een converter die maakt dus de emmers, die gaat het naar een verffabriek brengen, die stopt er de verf in, verkoopt het, brengt het naar een retail. Meestal een doe-het-zelf-zaak of een groothandel voor verf.
fabrikanten en daar gaat het naar de klant. Dus dit zijn de stappen en eigenlijk wat je ziet is dat in deze keten alle actoren te maken hebben met het laten slagen van zo'n innovatie als het gebruiken van recyclaat in verfemmers. Daar kwam één ding naar voren waar ik even iets over wil zeggen, want op het moment dat je dit nou in beeld hebt gebracht, dan kun je ook als je door een circulaire bril kijkt, kun je zeggen, ja, maar je kunt nog veel circulairder zijn. Je kunt die emmers ook weer hergebruiken. Je kunt dat hengsel en die deksel kun je ook van recyclaat maken. Nou, die mogelijkheden die zijn er natuurlijk. Die hebben we ook genoteerd en gaan we zeker meenemen. Maar we hebben wel gezegd, we focussen eerst maar eens op het toepassen van recyclaat, want dat is iets wat heel erg belangrijk is. Edith, dank je voor je vraag. Ik wou de vragen bewaren voor het eind, maar onthoud hem eventjes. Hè. Dan krijg je... Ik beloof het, als eerste krijg je het woord. We hebben dit verder uitgezocht. Waar zitten nou alle aspecten en belemmeringen met interviews en enquêtes, deskstudie natuurlijk. En daardoor hebben we dat hele systeem in beeld gebracht van wat voor instituties, mensen, actoren, bedrijven spelen nou een rol. Die allemaal invloed hebben om ervoor te zorgen dat deze innovatie gaat lukken. Die hebben we uiteindelijk allemaal om de tafel gebracht. Althans mensen die, en dat was een behoorlijke doorsnede, die we daar geenthousiasmeerd voor kregen. En die hebben we niet gevraagd van waarom lukt het niet. Want als je dat vraagt, dan word je heel verdrietig. Die hebben we gevraagd, wat heb jij nodig om het voor elkaar te krijgen dat we naar het gebruik gaan van recyclaat in verfemmers. Of wat iets concreter gezegd, als nou de ambitie is, we willen van alle verfemmers helemaal van recyclaat maken, wat heb jij dan nodig? Nou, dan komt er natuurlijk ontzettend veel informatie vrij die we tot ons genomen hebben en verwerkt en omgezet hebben in een plan. Nou, wat zijn de resultaten daarvan? Om te beginnen zien we dat er veel motivatie is. Dus eigenlijk niemand, is natuurlijk niet zo raar als je vraagt van kom naar zo'n webinar. Het was allemaal digitaal, rond de tafel. Kom daar naartoe, dan heb je gemotiveerde partijen. Maar het zijn ook wel veel partijen die er waren. En bijvoorbeeld een aanzienlijk gedeelte van de verffabrikanten is daar ook enthousiast voor om deze kant uit te gaan. En het is goed om te zien. Wat we ook zien is dat je zo'n heel systeem eigenlijk nodig hebt om inzicht te krijgen, hoe staat het er nou voor in de markt en wat zijn de ambities en wat betekent dat? Dus je hebt een groter deel van de keten nodig dan alleen maar een recyclaatproducent of alleen maar een doe-het-zelfzaak om deze stappen te kunnen zeggen. We hebben een eerste inzicht gekregen in het afzetpotentieel van recyclaat. Dus hoeveel kun je nou kwijt of kun je toepassen of hoeveel olie kun je uitfaseren als het gaat over recyclaat. Maar hoe dat exact zit, dat blijkt best wel ingewikkeld te zijn. Dus de exacte potentie kregen we niet onze vingers achter. En de belangrijkste randvoorwaarden die uit het hele analyse kwamen waren, en dat is niet verrassend denk ik, de prijs. Als je het van afval maakt, dan is het duurder dan als je het van furniture maakt. Althans toen nog. De kwaliteit van het product, die moet wel goed zijn en stabiel. En de aanvoer moet constant zijn. En marketing eisen als, ja, het zou toch wel fijn zijn als het spul wit is in plaats van grijs. Dus dat zijn randvoorwaarden die samenhangen met de ambitie om 100% recyclaat in 100% van de verfemmers te hebben. Nou, wat de vervolgstappen dan vervolgens zijn, is dat je een route gaat vormen. Die route vormen, dat doe je met de partijen die zeggen, daar ga ik voor, die ambitie onderschrijven. Daar ga je een haalbaar maar ambitieuze termijn voor denken. Oké, hoe snel denken we dat we dat voor elkaar krijgen? In dit geval dachten we tussen de 1 en de 3 jaar moet dat lukken. Dan haal je op de behoefte van welke stimulerende, belemmerende regelgeving is er nodig. Er zitten best wel wat aspecten aan om het voor elkaar te krijgen. En op wat voor manier gaan we dat met elkaar afspreken? Gaan we een convenant of een green deal afsluiten? En welke randvoorwaarden komen we daaruit? Op het moment dat je dat allemaal met elkaar in beeld hebt gebracht, dan ga je die route uitvoeren. Je gaat meten, de voortgang meten en die activiteiten om te komen tot het uitvoeren van die route ga je ook begeleiden. Dus dat zijn de stappen zoals we die voor verfemmers doorlopen zijn. Nou lijkt het net of we daar heel gestructureerd mee bezig waren. En ik kan jullie verklappen, dat was niet zo. Dat is best wel proberen en kijken. Sommige dingen lukten niet, andere dingen lukten wel. Wij zijn op dit moment, toen we hier waren, wel gaan zitten en hebben gezegd van oké, kunnen we dit niet structureler aanpakken? En dat is wat we als volgende stap gedaan hebben. We hebben de ervaring die we met verfemmers hebben opgedaan, hebben we vertaald naar een stappenplan dat je niet alleen toe kan passen naar verfemmers, maar ook naar andere productgroepen die jullie zagen in dat figuurtje van de verschillende productgroepen.
Nou, wat zijn dat dan voor dingen die in de stappenplan komen? We hebben lessen geleerd dat het bijvoorbeeld best wel ingewikkeld is om alle informatie netjes en snel op orde te krijgen. En dat het niet handig is dat als je een ronde tafel hebt, dat je dan cruciale informatie nog niet bij elkaar hebt. Dus doe dat eerst. Hè. Dat is een van de lessen die we geleerd hebben. En zo zijn er nog een aantal. Klinkt allemaal heel logisch. Op het moment dat je zo'n stappenplan maakt, dat zijn eigenlijk hele logische stappen. Ik zal dadelijk natuurlijk een stappenplan laten zien. Die structuren die helpt. En het helpt erbij ook dat je bedenkt van het is een innovatie. Als je die innovatie verder wil brengen, dan heb je een heel systeem daaromheen die bepaalt of die innovatie nou wel gaat slagen of niet. En of die sneller gaat of dat het allemaal heel erg stroperig gaat. En daarvoor is er vrij handige systematiek beschikbaar. Dat heet het missiegedreven innovatiesysteem. Dat is in Utrecht naar de universiteit ontwikkeld. Dat ga ik jullie niet vertellen, maar dat geeft wel structuur aan zo'n analyse van wat is er aan de hand. En dan kijk je, is marktvorming op orde? Is de kennis op orde? Zijn er voldoende middelen daarvoor? Nou, dat zijn aspecten die heel erg meehelpen om een goede structuur te maken en een goede analyse. En heb ook go-no-go momenten. Op het moment dat je de productselectie hebt gedaan, ga dan kijken, gaat dit ook echt werken? Is dit haalbaar? En als je een ketenanalyse hebt gedaan, is er voldoende bereidheid om die stappen ook echt te zetten? Dus dat zijn de onderdelen van het stappenplan, wat we hier dan ook laten zien. He, van hoe kom je nou tot de ontwikkeling van de markt? Eerst is doe je productselectie. Tweede is verricht de analyse. De derde, maak de route. En de vierde is voer die route uit, dat is de realisatie. De termijnen die eronder staan, dat zijn inschattingen. Heeft natuurlijk te maken met specifieke productgroepen. Hoeveel kennis je er al in hebt. Maar dit is waar wij grofweg ingeschat hebben. Zoom je daar iets verder op in, dan is bij de productselectie natuurlijk belangrijk dat het om een lekker veel een grote hoeveelheid gaat en dat het een kansrijk product is dat je kiest. Bij de analyse wil je weten welke spelers zijn er, hoe zit dat hele systeem in elkaar. Wat is nou precies het afzetpotentieel voor recyclaat of valt dat toch tegen? Is er een gezamenlijke ambitie te formuleren die ook aansluit bij de doelen die er zijn? Bijvoorbeeld vanuit het actieplan. En krijg je de randvoorwaarden goed in kaart. En als je dan naar de routevorming kijkt, dan heb je een sectorbrede, sectorgerichte en breed gedragen route nodig die ook aansluit bij die ambitie die er is. En van iedereen ook weet, als we naar die route gaan, als we die ambitie hebben, dan weet ik wat ik moet bijdragen met alle missen en maren die daarbij horen. Een volgende stap is dan het realiseren daarvan, hè, dat er ook echt een convenant komt. Nou, zo'n convenant dat is natuurlijk iets waar alle partijen ook echt zin in moeten hebben om dat te doen. Nou, het goed op een rij zetten van die voorwaarden heb je dan al gedaan, maar dit vergt natuurlijk ook ambitie, motivatie van alle betrokken partijen. En ik denk ook van partijen die betrokken zijn bijvoorbeeld bij het versnellingshuis zoals VNO-NCW en het Rijk om hier stappen in te zetten. Dus deze vier stappen zien wij in het stappenplan en die kunnen toegepast worden op verschillende productgroepen. Op dat moment zijn wij naar het transitieteam gegaan, waar Marion net verteld over heeft. Marion liet al zien van de 15 acties die in het actieplan zijn. En een categorie daarvan is het aanjagen van de vraag. Nou, daar staan drie deelacties in. Het maken van vrijwillige toezeggingen, het communiceren wat er mogelijk is en het inkopen op een manier dat aansluit dat het recyclaat gebruikt wordt. Die drie die sluiten eigenlijk perfect aan bij het stappenplan dat we gemaakt hebben. Dus wij zijn naar het transitieteam gegaan als consortium en hebben gezegd van zouden wij niet één of twee productgroepen kunnen oppakken en daarmee invulling geven aan de uitvoering van het actieplan. Nou, jullie snappen dat dat door het transitieteam toegejuicht is en we hebben opdracht gekregen als consortium om dit jaar nog twee productgroepen op te pakken. En dat is ook waar ik dan nu wat over ga zeggen. Hoe ziet dat eruit? Het eerste is dat Polymer Science Park nog eens keer goed gaat kijken welke productgroepen gaan we pakken. Verfemmers ligt erg voor de hand, dan moeten we nog eventjes bevestigen, maar er kan een tweede productgroep gaat erbij komen. En dat moet ook verdiept worden, want op het moment dat je een productgroep gaat oppakken, dan moet je ook wel precies weten hoeveel kiloton kun je erin kwijt, wat zijn de effecten. En als je nou een bepaalde productgroep oppakt, bijvoorbeeld voor verfemmers,
kun je dat dan ook niet verbreden? Kun je dan ook niet emmers met schoonmaakmiddelen op die manier oppakken? Nou, die verbreding, dat is ook iets wat we in het project hebben gestopt om op die manier de slagkracht te vergroten. Het tweede gedeelte van het project wordt uitgevoerd door NVO Nederland. En dat is een ketenanalyse en een routevorming, zoals ik dat net heb laten zien. En dat heeft natuurlijk, slaat dat op allebei de productgroepen die bekeken worden. Ik presenteer het even als twee verschillende onderdelen. Maar jullie snappen dat daar een interactie tussen nodig is, want de kennis van PSP die vooral gericht is op de materiaalkunststoffen is nodig voor het uitvoeren van de ketenanalyse. Net als inzicht in wat de bedrijfsleven kan nodig is bij de selectie die Polymer Science Park doet. Dus we werken hierin close samen. De opdrachtgever namens het transitieteam is Rijkswaterstaat. Dat is gemandateerd. Rijkswaterstaat heeft een begeleidingsteam geformeerd dat ons helpt bij het uitvoeren van dit onderzoek. En natuurlijk ook met het succes van de analyses die gedaan worden. En de planning die zie je hier staan. We zijn net begonnen. We zijn nou zover dat we deze week of volgende week komen bij het vaststellen van de productgroepen. Volgende maand doen we de ketenanalyses en in december hopen we de uitvoeringsplannen op te kunnen leveren. Nou, als jullie het zo, dit zijn de mogelijkheden om te komen tot het toepassen van grote hoeveelheden recyclaat op een verantwoorde en goede manier in twee productgroepen. Nou, waar we nu staan is dus de selectie van die twee productgroepen. Nou, verfemmers zijn natuurlijk al voorgesorteerd, maar we hebben het nog niet officieel besloten. Dat moet nog eventjes. Wat daarin speelt is synergie met het project de Buyer Supplier Groups. Daar staat een sterretje bij, daar gaan we dadelijk nog iets over vertellen. En we hopen volgende week, ik geloof dat dat op 7 oktober staat, ook vast te stellen welke twee productgroepen we verder gaan. En in het tweede gedeelte van dit webinar geven jullie de gelegenheid om daar iets van te vinden en onze suggesties mee te geven. En dan lijkt me dat een goed moment om Elsbeth Roelofs, die sectormanager chemie van NVO Nederland is en betrokken bij dit project, het woord te geven en toe te lichten waarom de Buyer Supplier Group Circulaire Kunststof een belangrijke bijdrage kan leveren aan aan het voortgang van dit project. Elsbeth. Dankjewel Mark voor deze introductie. Ja, ik ben sectormanager chemie bij NVO Nederland en projectleider van de Buyer Supply Group Circulaire Kunststof. Dat is een project wat in mei dit jaar is opgestart. Eigenlijk voordat we die opdracht van het transitieteam kregen voor het doorpakken op het doorbraakproject met twee productgroepen. Dus dat is denk ik goed om te weten. En het is ingestoken vanuit circulair inkopen, het bevorderen van circulair inkopen met als doel de markt voor recyclaat te stabiliseren. Dus in die zin past het ook heel goed in de actielijnen van het actieplan van het transitieteam kunststoffen. Je moet het zien als een experiment van Rijkswaterstaat en NVO Nederland. Een experiment wat gebaseerd is op de ervaring die we al hebben opgedaan met circulair inkopen via verschillende projecten, waaronder de Green Deal circulair inkopen, maar ook het programma kunststofverpakkingsafval als grondstof, waarin we samen hebben gewerkt ook met PSV en KIDV. En het is een experiment waarin we buyers en suppliers, in goed Nederlands, inkopers en toeleveranciers van een product samenwerken. En in dit geval gaat het dan natuurlijk om kunststofproducten. Om samen te werken om een route voor een specifiek productgroep te ontwikkelen. En een route moet je je voorstellen als een stappenplan om te komen tot een vergroting van die markt voor recyclaat. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, het richt zich heel sterk op die stappen uit het stappenplan wat in een doorbraakproject is ontwikkeld. Maar dan met een sterke focus op circulair inkopen. Nou, omdat wij natuurlijk verder wilden met de dingen die we al hadden gedaan in een doorbraakproject rondom verfemmers, gaan we als eerste starten met een buyer supply group rondom verfemmers. Dus we gaan de toeleveranciers van de verfemmers en de inkopers van de verfemmers bij elkaar brengen om te kijken van, nou ja, hoe kunnen we komen tot de toepassing van meer recyclaat met als stip op de horizon 100% recyclaat in 100% van de verfemmers. En hoe kunnen we daar ook
te werken naar, zeg maar, Mark noemde het woord convenant. In een projectplan bij ons heet het een marktvisie. Een marktvisie hoe we dat kunnen bereiken. En we hebben voor dit jaar nog de start van een buy supply group voor een andere productgroep. Ook gericht op het vergroten van de markt voor recyclaat op de planning staan. Nou, daar denken we aan productgroepen uit de bouw en infra. Omdat daar het gemak van de toepassing van recyclaat maar groot is. Dus de drempel voor toepassing is laag en ook de impact is groot. Maar we hebben de precieze productgroep nog niet geselecteerd. Dus mocht er hier deelnemers zijn die zeggen, nou, ik heb een supergoed idee, geef het aan. We hebben al wel een voorselectie gemaakt, maar de bereidheid van de markt is natuurlijk ook een van de criteria. Dus daar zijn we heel geïnteresseerd in. En wat we sowieso zullen doen is de opbrengsten uit de Buyer Supply Group, de lessons learned, die brengen we ook weer in het project wat we in opdracht van het transitieteam doen. Want we denken dat die twee projecten ontzettend veel van elkaar kunnen leren. Nou, volgens mij heb ik mijn verhaal verteld. En is het nu tijd voor vragen, Mark? Dat klopt, dankjewel. Dit versterkt daarmee het project waarmee we bezig zijn. Dat is waarom we het even hebben laten zien. We hebben heel veel informatie over jullie heen gegooid. Veel dingen vallen nog terug te lezen in de documentatie. Maar in ieder geval, Edith heeft de vraag en anderen die de vraag hebben, gebruik eventjes het instrumentje dat in Teams zit, waarbij ik je het woord kan geven. Edith, jij mag eerst. Ja, dankjewel Mark en Elsbeth. Mooie overzichtspresentatie. Ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste is, bij de keuze van een productgroep, hadden jullie een bepaalde fractie van plastic afval in gedachten? Was het een of andere mix of moeilijk verwerkbare fractie? Omdat ik zag dat jullie vooral naar wat ruwere soorten toepassingen gingen. En de andere is, jullie noemen het woord ketenanalyse. Bedoelen jullie daarmee een ketenanalyse meer qua actoren? Of is het ook, zeg maar, een soort milieuanalyse van welke toepassingen zet je welke fractie het meest optimaal in? Ik schrijf hem eventjes op, anders vergeet ik het. Jouw eerste vraag is, waar hebben we naar gekeken bij de keuze van de productgroep? We hebben ons gericht op die plastic soorten waarvan ook echt een overschot was op dat moment. Bijvoorbeeld PET, daar is eigenlijk, dat loopt wel aardig. Hè? Er zijn veel frisdrankflessen, daar wordt al PET in verwerkt. Dus die markt die loopt op zich wel aardig. Dat betekent dat we eigenlijk gekeken hebben naar PE en PP als zijnde de grootste probleemfracties. Ik wil niet zeggen dat de rest opgelost is, maar dat heeft wel meegespeeld bij onze keuze. Tweede, de ketenanalyse. Die is echt gericht op hoe zit nou het innovatiesysteem in elkaar. Hè? Dus je wil dat recyclaat maximaal op een verantwoorde goede manier herbruikbaar in producten komt. En wat is er nou nodig? Hoe werkt heel die keten om dat voor elkaar te doen? Dus daar hebben we naar gekeken. Is dat de antwoord op je vraag? Ja, dan heb ik er nog wel eentje bij. Die milieuafweging, hè, van als je gegeven een bepaalde soort plastic afval. En je hebt een heel bereik aan toepassingen waar je hem kunt inzetten. Hebben jullie gekeken van zit er een afweging in van voor welke groepen je hem beter kunt inzetten dan voor anderen? Vanuit milieuoogpunt? Die heeft, denk ik, wat we wel naar gekeken hebben is van waar is een groot afzetpotentieel voor, dat is natuurlijk een milieueffect. Maar we hebben niet gekeken of of je plastic recyclaat in verfemmers gebruikt, dat een groter milieuvoordeel heeft dan dat je het gebruikt in shampooflesjes. Die zijn niet vergelijkbaar. Eerlijk gezegd zou ik ook niet zo gauw weten hoe je dat objectief kan doen. We hebben vooral gekeken naar haalbaarheid. Laten we eerst maar eens kijken. Laten we eerst maar eens productgroep pakken. Daar dan iets van, daar dan van leren, zodat we kunnen doorstappen. En dat heeft ook geleid tot het stappenplan. Oké? Ja. Zijn er verder nog vragen? Ik zie geen handjes. Ik zie wel een klok die angstaanjagend dicht bij 16.00 uur komt. Dus ik vrees dat het, maar misschien is het wel gewoon niet vrees. Maar het is leuk dat we tot 4:15 door kunnen gaan. Want nu kunnen we nog eventjes kijken naar het tweede gedeelte. En dat is namelijk van welke productgroep gaan we nu verder nog
oppakken dit jaar. En daarvoor geef ik graag... Oh, Elsbeth, jij wil nog iets zeggen. Sorry. Dan ga ik, daarna geef ik het woord aan Erwin Zandt. Ja, ik had nog een vraag over een van de resultaten die je presenteerde van het doorbraakproject over de randvoorwaarden, hè, voor toepassen van neerecyclaten in verfemmers. Je gaf aan marketing-eisen zijn een randvoorwaarde. En toen noemde je het voorbeeld dat er van witte emmers. En dat triggerde mij wel. Misschien kun je dat uitleggen. Van goh, waar zijn die marketing-eisen op gebaseerd? Hè? Want het is natuurlijk, kleur is iets wat vaker terugkomt als eis. Ja. En het is natuurlijk soms ook de vraag of dat nou een harde randvoorwaarde is of gewoon een voorwaarde uit gewoonte. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Ja. Nou ja, dat laatste, dat is natuurlijk ook het geval. Hè. Dit komt met name vanuit bijvoorbeeld een emmerfabrikant die zegt, ja, als ik een witte emmer gevraagd word, dan moet ik witte emmer leveren. Hè, dus dat is dan een marketingaspect dat er is. En als we vervolgens met verfabrikanten praten of we gaan in de winkel kijken, dan zien we dat er heel veel grijze emmers zijn. Waarbij dan ook witte verf in staat. Hè. Dus het kan blijkbaar wel, maar het is nog niet in de praktijk toegepast. Dus daarmee dat we het benoemd hebben als een aspect, maar een aspect dat hartstikke oplosbaar is natuurlijk. Geeft dat een antwoord op je vraag? Ja. Dan ga ik naar Erwin en dan gaan we ook jouw slides tevoren toveren, Erwin. Erwin is van Polymer Science Park, aan jou het woord. Yes, dankjewel Mark. Eerste slide staat voor de neus. Ja, even kort introductie. Ik ben Erwin Zandt en sinds april dit jaar bij Polymer Science Park als projectleider aan de slag. Op dit moment bij deze meeting vervang ik Femke de Loos, die voor het project, doorbraakproject verantwoordelijk is. Mijn achtergrond is polymeer chemisch, dus mochten er onder jullie nog dringende vragen zijn op het polymeer technisch en chemische vlak, dan laat gerust weten. Ik ga een paar slides uitleggen wat Marco had geïntroduceerd, hoe wij tot bepaalde productgroepen komen, tot welke selectie. Wij hebben als functie immers om een tweetal productgroepen te selecteren en die dan middels verbreding en verdieping ook verder uit te gaan diepen. Deze slide is een overzicht, misschien goed te zien voor degene die een groot scherm aangesloten heeft, maar even kort een overview. Dit is hetgeen we dus opgeleverd in de eerste fase, is een aantal productfamilies die gemeenschappelijk een bepaald doel dienen. Waaronder ook een aantal subfamilies van deze productgroepen. En die subfamilies die hebben allemaal specifieke toepassingen. En vooral binnen een marktsegment, die zie je bovenaan. Ook binnen deze studie hebben we toegekeken naar wat Mark al had aangegeven. Verschillende polymeren en verwerkingstechnieken. Die laat ik hier niet zien. Maar dit is wel de basis voor waar gaan wij onze analyse op loslaten. Op productgroepen. De afgelopen uur is het veel gebruikte woord verfemmers voorbij gekomen. Natuurlijk een heel mooi voorbeeld om het stappenplan op toe te passen. Echter, het is nog niet helemaal bevestigd. Ik wil inmiddels deze presentatie laten zien hoe we deze analyse verder gaan verstevigen. En zou ik graag naar de volgende slide willen. Alsjeblieft. Dank. Dit zijn de verschillende criteria waarop wij de productgroepen momenteel willen gaan toetsen. Dat zijn de technische haalbaarheid, dan kun je denken aan mechanische eigenschappen. Is een recyclaat wel afdoende om een product technisch te kunnen vervangen? Daarnaast natuurlijk de beruchte belemmerende regelgevingen. Richting bijvoorbeeld voedsel en milieu en andersoortige wetgeving waar bedrijven mee te maken gaan hebben. Transitiebereidheid is hoe een bedrijf denkt dit te gaan oppakken. Wij hebben ook uit voorgaande onderzoeken... enquêtes en toetsingen gevraagd van hoe ver zijn bedrijven aanstaande deze transitie te gaan. Volumes beschikbaar recyclaat is kort gezegd, wat is er momenteel binnen die productgroep waar gerecyclede plastics beschikbaar?
En volumes mogelijke inzet, recyclaat, is hoeveel eigenlijk daadwerkelijk wordt in totaliteit wordt geproduceerd voor deze productgroep. Dus kort gezegd een aanbod en vraag. En uiteindelijk, wat is de impact wanneer dit product wordt vervangen met recyclaat? En dat is wel een van de grote doorslaggevende pijlers in dit verhaal. De volgende slide is een, degene die een staafmixer of wc-bril of frituur bij een winkel wil kopen, heeft wel eens een consumentengids geraadpleegd. Het doel is van ons om een soortgelijke layout te gebruiken, dus een matrix waarin we scores gaan bijhouden van die verschillende productgroepen, hoe ze op die 7 pijlers die ik net benoemde scoren. En hier kun je ook zien dat plussen en minnen, maar ook volumes, aanbod en vraag, bepalen eigenlijk de impact van de vervanging. Dus het voorbeeld bovenaan is bijvoorbeeld de huishoudzakken. Is momenteel al een groot aanbod aan volume en ook een vergelijkbare vraag qua volume. En dan zou misschien een impact wanneer alles wordt vervangen met recyclaat niet eens zo groot zijn. Maar een ander voorbeeld zou kunnen zijn, is een productgroep waarin juist het aanbod heel laag is, maar de vraag heel groot. En dan is een impact van vervanging wel doorslaggevend. Wat we dan doen is kijken van welke 2 producten binnen deze matrix scoren het beste. En wat ik net zei, geven we dan misschien een bepaalde score op het impact. Maar, we wegen alle scores op elkaar af. En het doel is om dat ook deze week, in september in ieder geval, te kunnen voltooien. In de volgende volgende slide is de verdiepingsfase. Wat zijn de technische eigenschappen van zo'n product? Functionele eigenschappen en regelgeving. En daar komen we pas achter middels interviews met die bedrijven. En dan komen we ook tot een bepaalde verbreding. Waar ik al aangaf, zijn er aangrenzende productgroepen die we misschien missen binnen deze assessment. En dat is kort gezegd hoe wij binnen PSP deze rol vervullen. En wat ik eigenlijk van jullie wil weten, we hebben een 7-tal selectiecriteria. Misschien zien jullie een aantal suggesties, maar ook voor productgroepen of andere verdiepingscriteria. En ik weet niet hoe Mark het voor zich ziet, maar het zou kunnen dat we dat binnen de volgende kwartier, half uur gaan doen. Of via de chat. Maar het lijkt me leuk om dat te kunnen bespreken. We zetten de Mentimeter klaar, maar eerst geef ik Edith de gelegenheid om een vraag te stellen. Nou, ik wil de input leveren op de criteria, dus ik weet niet hoe je dat het liefste wil hebben. Nee, dan is dat beter om dat in de Mentimeter te doen, Edith. Want ik weet dat het goede zijn. Het is wel goed om te snappen dat als Marion zegt in ons in de transitie. Of in het actieplan, daar staat dat we 750 kiloton recyclaat gaan hergebruiken. En dan zien we de productgroepen die PSP net liet zien. Daar gaat dat dus in gebeuren. Hè? Dat is de gedachte om op die manier recyclaat te gaan hergebruiken. Dus het is best wel een enorme impact die daar in al die productgroepen plaatsvindt. Dus ik vind het zelf ook heel spannend om te kijken hoe kun je nou in al die verschillende productgroepen voor elkaar krijgen dat je daar recyclaat in gaat gebruiken. Hebben we de Mentimeter? Ze mogen jullie telefoon of kan ook op de laptop. Ga naar www.menti.com en klop de code in die daar staat. En het leuke is, het is voor Erwin is dit nieuw. Die heeft nog nooit gementimeterd. Dus die gaan we verrassen nu met hoe goed wij hierin zijn al. In dit soort instrumenten. Erwin, voor jou een vraag. Nou, het handje, sorry. Excuus, zou dat handje van Edith even weg kunnen, want ik kan de code niet lezen. Zo. Oh ja, dat kan. Zo? Wel Edith. Ik hoop dat de mensen binnenkomen. Ik zie iedereen zijn best doen. En als je binnen bent, dan kun je gelijk hier antwoord op geven. Kunnen jullie de selectiecriteria nog even laten zien? Ik heb ze vaag in mijn hoofd, maar waarschijnlijk niet allemaal. Ik kan ze oplezen en ik kan ze in de chat zetten.
Even een overblikje, dan zoek ik ze uit. In de chat. Oh, dat is teleurstellend. Hij staat in de chat, maar hij is donker. Kun jij dat beter dan ik? Ik lees er vast op. Technische haalbaarheid, belemmerende regelgeving, transitiebereidheid, volumes beschikbaar recyclaat aanbod, volumes mogelijke inzet recyclaat vraag. En de impact wanneer recyclaat ingezet. En ik heb ze in de chat gezet, maar die zijn donker om niet opgehelderde redenen. Suzanne gaat ons redden, zoals altijd. Dankjewel. Ik hoop dat er nog meer komen. Wie zei hype of continue vraag? Ik ben wel benieuwd naar de toelichting. Maar je mag het ook anoniem doen hoor. Ja, dat was ik. Ja, je weet hoe het gaat met marketing. Die veranderen af en toe de verpakking. Oh ja, voor degene die mij niet kennen, ik ben Jijtske Vinster, directeur van de VVVF. Dus betrokken bij dat verf-MR-project. Maar bij marketing, bij verpakking is vaak iets wat bij marketers af en toe moet wisselen. En daar spelen ze toch redelijk in op de hype. En dat is ook niet onterecht, want dat verkoopt. Maar dat, is de dan is het de vraag in hoeverre wordt het een sustainable verandering of wordt het een klein hiccupje en gaan we weer terug naar af. Ja. Oké, dank je. Ik denk, is er nog iemand bezig? Anders gaan we naar de volgende vraag. Ik krijg geen protesten en dan gaan we door naar de volgende. We hebben het gehad over verfemmers en welke andere productgroep denk jij, als je zo naar de criteria kijkt, als je naar het verhaal hoort wat we verteld hebben, welke productgroepen denk jij dat interessant is om op te pakken? Voel je vrij. Wasmiddelen, flacons zijn het dan, hè? Dat het gaat over plastic verpakkingen natuurlijk. Ja, hangt af van kwaliteit, dat is natuurlijk zo. Ik hoop dat er mensen zijn die daar inzicht in hebben. Ik weet dat wat nu beschikbaar, wat nu problematisch is, dat zijn de plastic folies, dus HDPE. PP blijft een probleem qua stabiliteit. Leidingwerk, dankjewel. Zie je hoe het werkt, Erwin? Ik sta echt te kijken. Wat mooi is dit. Ik hoop wel dat dit wordt bewaard, Mark.
Ja, ik ben niet aan meeschrijven namelijk. Nee, dat lukt. Dat gaat lukken. Okay. Is er nog iemand aan het schrijven? Anders gaan we naar de laatste vraag. Ik hoor niemand roepen. Dan gaan we naar de verdiepingscriteria. Erwin, kun je nog even een toelichting geven wat je hier nodig hebt? Eventjes jezelf unmuten, Erwin. Ja, sorry. Momenteel zijn de verdiepingscriteria, dus technische eisen, stijfheid, sterkte, et cetera. Functionele eigenschappen, dat kunnen bijvoorbeeld zijn kleur, vorm, duurzaamheid, gebruiksgemak, enzovoorts. En ja, wederom normen en wetgeving. Oh ja, dat snap ik. Die shampooflacons hoorden denk ik nog bij de vorige. Die zat in de cloud. En wellicht ook bij verdiepingscriteria sluiten we ook aan op de verbreding. Dus als we het hebben over verfemmers, hebben we het ook over schoonmaakmiddelen bijvoorbeeld, die in een soortgelijke verpakking, een soortgelijke categorie kunnen vallen. Gek genoeg. Ja. Maar ik zie geen suggesties binnenkomen. Misschien dat er nog mensen aan het typen zijn. Wat al aangaf, hè? Dus de witte kleur is inderdaad binnen recyclaat. Nou ja, een eis die wat moeilijk is, maar wellicht kan recyclaat zichzelf ook wel profileren als een eigenzinnige kleur. Ja. Recycleerbaarheid. Wat vind je daarvan, Erwin? Er wordt eigenlijk al bij de technische haalbaarheid van stap 1, dus de criteria voor selectie van een productgroep, rekening mee gehouden. Want technische haalbaarheid wordt daar al op dit moment, als er geen recyclebaarheid is, zou je een min krijgen. Oké, okay. Je mag hem stoppen. Dan heb ik de input van jullie ontvangen. Betekent dat we nou het gedeelte dat tot 4 uur zou duren, dat klaar is? We hebben een kwartier uitloop gehad. Excuses daarvoor. Famous last words, iemand. Laatste vragen. Iemand die zegt, ik wil graag nog gebruik maken van de gelegenheid om door te praten nu. Ik kijk eventjes rond, digitaal. Geen vragen, geen opmerkingen. Jaitske, hoe staan de verffabrikanten ervoor? Waarvoor? Goed volgens mij. Gaat lekker. Ik zou zeggen, ga naar buiten of binnen en pak een kwast of roller. Dat is een goede tip. Oké, dan sluit ik het webinar. Dank jullie voor jullie aanwezigheid. Bedenk dat